Hey, leuk dat je kijkt naar de basisdienst van deze week. We houden je graag de hele week op de hoogte van alles wat er in de basis gebeurt. Volg ons op social media of ga naar de website waar je alle diensten nog eens rustig terug kunt kijken. Maar voor nu, laten we gaan kijken naar de basisdienst van deze week. Goedemorgen allemaal. Dit is de eerste keer dat ik een toespraak geef vanaf dit podium. En ik moet eerlijk toegeven, ik heb mezelf nog niet bepaald makkelijk gemaakt. Ik ga jullie namelijk dingen vertellen die jullie waarschijnlijk helemaal niet willen horen. Het onderwerp deze ochtend is het slechte nieuws.
Komende week dan zal ik vertellen over het goede nieuws. Dus als je nou een negatief gevoel hebt overgehouden aan deze dienst, dan raad ik je aan om gewoon komende week weer te komen, want dan zal de insteek een stukje positiever zijn. De vraag die ik deze ochtend wil beantwoorden is: wat is het grootste probleem van de mens? Ik heb filosofie gestudeerd en als filosoof houd ik me bezig met de meest fundamentele vragen van het leven. Vragen als: waar komen we vandaan? Waar gaan we heen als we dood zijn? Is er een God? Wat is de zin van het leven? Of wat is het grootste probleem van de mens? Allemaal van dat soort vragen. En als filosoof heb ik geleerd om waarheid van leugen te onderscheiden. En dat kan je doen door middel van je verstand. Door te leren goed logisch te redeneren, kan een filosoof de waarheid van de leugen onderscheiden. En zo is een goede filosoof ook in staat om zichzelf niet voor de gek te houden, zoals veel mensen wel geneigd zijn dat te doen. Nou, wat bedoel ik hiermee? Nou, veel mensen die zijn geneigd om hun gevoel boven de waarheid te zetten. Als mensen moeten kiezen tussen een fijn gevoel of een confronterende, nare waarheid, ja, dan kiezen mensen al gauw dat fijne gevoel. En dit wordt ook wel wishful thinking genoemd. Dat je iets gelooft puur omdat het je een fijn gevoel geeft, puur omdat het je hoop geeft, maar niet omdat er goede redenen zijn om te geloven dat het ook waar is. En misschien bekroop je dat gevoel al bij het lied wat we net zongen, Kindergeloof. Ik zal een stukje van de tekst voorlezen. Als kind wist hij zeker, er is echt een hemel. En mensen die doodgaan, vliegen daarheen. Wie daar eenmaal aankomt, danst rond als een engel. Geen pijn, geen gemis, wolkenwit, altijd feest. Ja, wie wil dat nou niet geloven? Dit geeft natuurlijk wel een fijn gevoel om te geloven. Maar tegelijkertijd heet het liedje ook Kindergeloof. Is het niet een beetje kinderlijk? Als je volwassen wordt, dat je dan denkt van ja, het geeft misschien wel een fijn gevoel, maar houden we onszelf niet voor de gek om dat soort dingen te geloven? En politiek commentator Ben Shapiro, die heeft hier geen goed woord voor over. Over wishful thinking. Hij zegt het volgende. Facts don't care about your feelings. Feiten geven niets om je gevoelens. En dat is best een harde opmerking, maar hij heeft wel een punt. De waarheid staat nou eenmaal boven ons gevoel. Als iemand bijvoorbeeld heel sterk gelooft dat hij kan vliegen en dat bewijst door van een gebouw af te springen om te laten zien hoe sterk hij dat gelooft, dan maakt de kracht van zijn geloof geen enkel verschil in wat de uitkomst zal zijn. Hij zal gewoon te pletten vallen omdat de waarheid boven gevoel staat, boven geloof staat. En er is gewoon een wet van zwaartekracht die werkt op massa en zijn lichaam heeft massa, dus hij zal gewoon te pletten vallen. Dus dat illustreert dat de waarheid altijd boven ons gevoel staat. En ik heb vaak genoeg meegemaakt dat ik als gelovige ook beticht word van wishful thinking. Als ik met een ongelovige praat, heb ik vaak genoeg meegemaakt dat als ik dan vertel dat ik een christen ben, dat hij tegen me zegt van: wat fijn dat jij je hoop uithaalt. Wat fijn dat jij een goed gevoel overhoudt aan dit geloof. Maar ja, sorry, het is voor mij toch echt niet weggelegd. Ik ben er toch echt iets te nuchter voor. En eigenlijk is dat best wel een nare opmerking. Want het is alsof die persoon tegen mij zegt: prima als jij jezelf voor de gek wil houden. Prima als jij ten prooi wil vallen aan wishful thinking. Ja, ik ben daar toch echt iets te rationeel voor. Ik gebruik wel gewoon mijn verstand. Ik hou mezelf niet voor de gek. Maar prima als jij dat wel wil doen. En naast het feit dat dit een nare opmerking is, klopt het ook niet. Want ik ben niet tot geloof gekomen omdat het me een goed gevoel geeft. Ik ben juist tot geloof gekomen omdat ik heb ontdekt dat er goede redenen zijn om te geloven. Ten eerste dat God bestaat. En ten tweede ook dat Jezus echt de Zoon van God is. Dat hij uit de dood is opgestaan. Ik ben eerst met mijn verstand gelovig geworden en pas daarna met mijn gevoel. Een ander voorbeeld van wishful thinking zou misschien Nabil Qureshi kunnen zijn. Ik weet niet of jullie er vorige week bij waren, maar als je vorige week niet hebt gezien, we hebben een dienst gehouden over Nabil Qureshi. Dat is een man die ooit een moslim was en uiteindelijk christen is geworden. En toen kreeg hij het heftige nieuws dat hij terminale kanker had. Dat hij nog maar een jaar had te leven. En in dat jaar heeft hij allemaal vlogjes bijgehouden. En toen is hij uiteindelijk heeft hij zijn geloof tot het einde toe vastgehouden. En dat was daardoor ook een heel inspirerend verhaal. En ik heb daar een film van gemaakt en die hebben we vorige week gekeken. Maar hoe inspirerend ook is, misschien denk je bij Nabil ook wel, ja, is op zich niet zo gek dat hij dan gelooft in zo'n God die hem eeuwig leven heeft. Want wat voor hoop heeft hij anders? Zijn leven was volkomen hopeloos toen de dokters zeiden, ja, je zult over een jaar dood zijn. Waar kun je dan nog je hoop uithalen? Ja, en dan is het wel begrijpelijk dat Nabil zijn hoop haalt uit een God die naar hem omziet en hem eeuwig leven geeft. Maar ik kan heel zeker weten dat Nabil niet ten prooi is gevallen aan wishful thinking. Hoe weet ik dat zo zeker?
Nou, om de simpele reden dat Nabil ooit een toegewijd moslim was en eigenlijk een heel goed leven had. Zijn vrienden en familie waren moslim en alles ging eigenlijk heel goed met zijn leven. En toen hij een christen werd, toen is zijn leven radicaal veranderd. En eigenlijk negatief. Want zijn familie en vrienden wilden niks meer met hem te maken hebben. Dus hij moest al gelijk in het begin van zijn geloof moest hij alles opgeven. Want zijn geloof werd niet geaccepteerd door zijn vrienden en familie. En de enige reden die ik kan bedenken waarom je dat zou doen, is omdat je overtuigd bent dat het waar is. Als Nabil zijn gevoel boven de waarheid zou zetten, dan zou hij nooit een christen worden. Dan zou hij zich wel vasthouden aan het fijne gevoel wat hij in de moslimgemeenschap had. Maar hij koos ervoor om Jezus te volgen, omdat hij ontdekte dat het waar was. En nu denk je misschien, je zou praten over het grootste probleem van de mens en je hebt het nu over wishful thinking en argumenten voor Gods bestaan. Wat heeft dat te maken met het onderwerp? Nou, best wel veel. Deze ochtend wil ik namelijk een aspect van het christelijk geloof belichten die totaal niet in de categorie wishful thinking past. Maar het is wel iets wat in de Bijbel staat. En daar wil ik het vandaag over hebben. En aangezien de waarheid belangrijker is dan het gevoel, denk ik dat we daar ook gewoon eerlijk naar moeten kijken. En ik zal me gelijk met de deur in huis vallen. Wat ik heb ontdekt over de God van de Bijbel is dat God doodeng is. God is doodeng. En dit is de ervaring van heel veel profeten uit het Oude Testament. Er waren verschillende profeten die leefden in verschillende omstandigheden. En die hadden allemaal verschillende ervaringen met God. En één ervaring die eruit springt is de ervaring van doodsangst. Ze waren doodsbang toen ze oog in oog met God kwamen te staan. En de vraag is, waar waren ze zo bang voor? Was het misschien dat ze beseften dat zij eindig en beperkt waren en dat ze oog in oog kwamen te staan met een oneindig grote, almachtige God en dat ze gewoon onder de indruk raakten van zijn grootheid? Ja, ongetwijfeld dat dat ook meespeelde, maar dat zou meer ontzag beschrijven, niet doodsangst. Zeg maar zo'n kippenvelmomentje dat je beseft van wow, ik sta in de aanwezigheid van iets wat groter is dan ikzelf. Maar ik heb het over een negatieve ervaring. Doodsangst. Waar waren ze zo bang voor? Nou, het antwoord is simpel, maar misschien wel onverwacht. De profeten waren doodsbang voor God, omdat ze beseften dat God echt goed is. God is goed. Dat antwoord zag je waarschijnlijk niet aankomen. Ik bedoel, als God nou slecht zou zijn, ja, dan heb je een reden om bang te zijn. Een almachtige, oneindige, grote schepper van hemel en aarde die ons eindige, nietige wezentjes allemaal nare dingen kan aandoen, dat is natuurlijk doodeng. Maar dat God goed is, wat is daar nou eng aan? Nou, Gods goedheid is eng om de simpele reden dat wij mensen niet goed zijn. En dat is wat de profeten beseften. Het is alsof ze zichzelf de vraag stelden, wat moet een goede, rechtvaardige God doen met slechte, onrechtvaardige mensen zoals wij? Dat is doodeng. Je kunt het vergelijken met een misdadiger die wordt veroordeeld voor moord en al het bewijs is tegen hem. Als deze misdadiger van tevoren hoort dat de rechter die hem gaat veroordelen bekend staat om zijn principes en altijd een rechtvaardig oordeel velt, en dan kun je ervan uitgaan dat deze misdadiger doodsbang wordt omdat hij weet dat hij geen poot heeft om op te staan. En dat is ook wat wij christenen geloven. We geloven dat we allemaal schuldig staan tegenover een rechtvaardige God en dat we allemaal deze schuld niet kunnen betalen. En daar wil ik het deze ochtend over hebben. Ik wil twee dingen doen. Allereerst wil ik laten zien waarom geen mens rechtvaardig is. En ten tweede, waarom God al onze schulden bestraft. Laten we beginnen met het eerste punt, waarom geen mens rechtvaardig is. Allereerst kan ik me voorstellen dat je heel erg moeite hebt met deze stelling. Niemand rechtvaardig? Dat klinkt een beetje krankzinnig. Ik weet nog wel dat toen ik nog niet geloofde, toen zou ik deze stelling echt belachelijk hebben gevonden. Want niet alleen was ik ervan overtuigd dat er wel heel veel goede, rechtvaardige mensen waren. Ik was er zelfs van overtuigd dat ik rechtvaardig was. Ik kan me goed herinneren dat ik een keer door de straat van Utrecht liep in mijn studententijd. En dat ik naar boven keek. Ik was nog niet gelovig, maar ik stelde me gewoon voor dat God misschien wel bestaat. En ik dacht, nou God, als u bestaat, dan zult u vast wel blij met me zijn. Ik ben dan misschien geen perfect mens, maar over het algemeen doe ik het best wel goed. En toen vergeleek ik mezelf met Adolf Hitler. Dat kan ik aanraden om te doen, want dan kom je er altijd best wel goed vanaf. Ik bedoel, ik vermoord geen mensen, dus ja, dan zal ik wel goed zijn. En ja, in vergelijking met Adolf Hitler, dan kom je er wel goed vanaf, ja. Maar nu achteraf denk ik, hoe had ik zo blind kunnen zijn? Want eigenlijk was ik helemaal geen goed mens. Ik was juist hartstikke arrogant en op mezelf gericht. Maar ik besefte dat toen niet. En de Bijbel schetst ook een ander beeld.
De Bijbel zegt in hele expliciete taal dat er echt niemand rechtvaardig is. Laten we lezen wat de apostel Paulus hierover zegt in Romeinen 3. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgedwaald en samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. En het is alsof Paulus al wist hoe hierop gereageerd zou worden. Dat mensen zouden denken van ja, het is een hyperbol. Hij wil gewoon een schepje erbovenop doen om te laten zien dat er echt maar weinig rechtvaardige mensen zijn. Maar Paulus die is echt heel expliciet. Hij zegt zelfs aan het einde, er is er zelfs niet één. Niemand van ons is rechtvaardig. Maar ja, misschien heb je de Bijbel nog niet als autoriteit in je leven aanvaard en denk je, nou, prima dat de Bijbel dit zegt, maar ik zie toch echt een andere waarheid. En dat begrijp ik. En om die reden wil ik deze Bijbelse waarheid gaan onderbouwen. Eerst vanuit menselijk perspectief en daarna vanuit Gods perspectief. Laten we beginnen met het menselijk perspectief. Om te achterhalen of de mens van nature goed is of niet, is het denk ik verstandig om naar kinderen te kijken. Waarom? Kinderen zijn nog puur, die zijn nog niet beïnvloed door de wereld. Dus als je wil weten wat er ten diepste schuil gaat in een mens, is het denk ik goed om naar kinderen te kijken. En ik denk dat het niet lastig is om bij kinderen de conclusie te trekken dat er iets niet helemaal klopt aan ze. Kinderen kun je niet laten zijn zoals ze zijn, want dan gaat het vanzelf mis. Kinderen moet je opvoeden. Terwijl, laten we eerlijk zijn, als mensen en kinderen dus van nature goed zouden zijn, wat je dan zou verwachten, is dat het er ook vanzelf uitkomt. Iets wat erin zit, komt er ook vanzelf uit. Lijkt me logisch. Dus de beste opvoeding zou zijn dat je kinderen gewoon laat zijn wie ze zijn. Je geeft ze eten, drinken en liefde. Dat is alles wat ze nodig hebben. En verder laat je ze zichzelf gewoon ontwikkelen. Want ja, het goede zit er al in, dus het komt er vanzelf uit. Maar ik denk dat iedere ouder onder ons, en waarschijnlijk de rest ook wel, beseft dat de realiteit anders in elkaar steekt. Kinderen moet je opvoeden. Als je ze laat zijn zoals ze zijn, dan worden het vanzelf monsters. En ik heb zelf 2 dochters, begrijp me niet verkeerd. Het zijn hele lieve en schattige kindjes, Sophie en Zoe van 3 en 1. Maar het is niet lastig om ook bij hun te zien dat er iets niet helemaal klopt. En een goed voorbeeld is mijn oudste dochter Sophie. Ik heb iets ontdekt wat best wel bijzonder is. Als ik haar een speeltje geef wat ze totaal niet leuk vindt, dan heb ik een trucje om haar toch geïnteresseerd te maken in dat speeltje. Het enige wat ik hoef te doen is dat speeltje te geven aan mijn jongste dochter Zoe. En die gaat er vervolgens heel leuk mee spelen. En opeens kijkt Sophie met totaal andere ogen naar dat speeltje. Zelfs zulke andere ogen dat ze bereid is om het speeltje af te pakken van Zoe en gewoon gaat zeuren om dat speeltje. Dat is opeens haar hele focus geworden. En de vraag is, waarom is ze opeens zo geïnteresseerd in dat speeltje? Het antwoord is simpel. Jaloezie, afgunst. Ze ziet Zoe. Ze ziet dat Zoe plezier heeft van dat speeltje en denkt, ik wil dat plezier hebben. Ik wil hebben wat jij hebt. En dat is een typisch menselijke eigenschap. We hebben er allemaal last van. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden. Zo heeft Sophie uit zichzelf geleerd ons te manipuleren om dingen voor elkaar te krijgen. Zo heeft ze al geleerd uit zichzelf om te liegen. Hebben we haar nooit aangeleerd. Terwijl het goede, dat moeten we haar wel aanleren. Bijvoorbeeld dat ze speeltjes moet delen met andere kinderen. Dan moeten we echt zeggen van, hey, je moet niet alleen op jezelf gericht zijn. Dus wat het illustreert is dat kinderen niet van nature goed zijn. Maar de vraag die ik nu wil gaan beantwoorden is, oké, kinderen zijn dan niet van nature goed, maar hoe erg is het gesteld met de mensheid? En om die vraag te beantwoorden wil ik een kijkje nemen in onze heftige geschiedenis. De geschiedenis van de mensheid is een geschiedenis van bloedvergieten en ellende. De vele oorlogen die er zijn gevoerd, martelstraffen die zijn uitgevonden, concentratiekampen, gladiatorengevechten. Je kunt zo gek niet bedenken of mensen hebben het elkaar wel aangedaan. En het is dan niet lastig om de conclusie te trekken dat er iets mis is met de mens. Waar komt dat vandaan? Waarom doen we elkaar dat soort nare dingen aan? En er heerst wel het idee dat we hebben geleerd van het verleden. Zo hadden we vroeger slavernij, hebben we dat nu afgeschaft. Zo hadden we vroeger gruwelijke martelstraf, hebben we dat ook niet meer. Maar ik wil je uit de illusie helpen dat we beschaafder zijn geworden, want dat is absoluut niet het geval. En dat kan ik simpelweg aantonen door alleen maar te kijken naar de afgelopen eeuw. De 20e eeuw is namelijk de bloedigste eeuw van alle eeuwen bij elkaar. In de 20e eeuw zijn talloze genocides gevoerd. En het bekendste voorbeeld is misschien wel Nazi-Duitsland. Wat Adolf Hitler op zijn kerfstok heeft, is echt niet best. Er wordt geschat dat hij ruim 12 miljoen mensen in concentratiekampen heeft uitgeroeid.
En een typische reactie die hierop komt is: oh, dat is zo erg wat er is gebeurd, dat is onmenselijk. En hoezeer ik die reactie ook begrijp, moet ik toch toegeven dat die reactie niet klopt. Dit is niet onmenselijk, dit is menselijk. Dit is wat mensen elkaar aandoen. En dat is de confronterende realiteit waar we in leven. Gewone mensen zoals jij en ik zijn in staat tot dit soort gruwelijke daden. En om dat te illustreren wil ik graag samen even kijken naar een filmpje over de Tweede Wereldoorlog. Kijk maar mee. The two world wars gave humanity an up-close look at some of the most brutal acts humans have ever committed against their fellow humans. The Nazis rounded up Jews, homosexuals, gypsies, the handicapped, Polish, Ukrainians, and many other groups they deemed unworthy. They ripped children from their mothers, and they murdered children in front of their parents. They made their victims walk in horrible death marches, forced them into sweltering rail cars, and then made them travel for days without food or water. People would defecate, urinate, and puke all over each other in these rail cars, all to be taken to death camps, where they were painfully exterminated with poisonous gas. Reports from guards talk of people in the chambers climbing over each other to try to claw their way out. They knew everyone was dead when the screaming stopped. The Nazis also performed gruesome experiments on young children, where victims were put into decompression chambers, drained of blood, or sewn together. The worst part was, most of the young men who carried out these killings and tortures were average people from Germany, drafted into the military. We have identified over 10,000 camps, ghettos, and brothels the Nazis set up. Many of the so-called unfit were forced into slave labor for Volkswagen, BMW, Bayer, and many other companies. So it is not like the Germans did not know what was going on. The German population knew early on Hitler wanted to exterminate those he saw as unfit, and most did nothing when he started rounding people up. And worst of all, many joined in and helped him. Was this inhumane? This was completely human. Dat filmpje is niet zozeer de heftige praktijken die worden beschreven, al zijn die natuurlijk super gruwelijk. Maar het feit dat gewone mensen, mensen zoals jij en ik, dit soort dingen op hun geweten hebben. Het waren niet alleen maar de psychopaten die dit soort dingen deden. Het zijn gewone mensen. En dat is heel confronterend. En er wordt ons wel eens gezegd dat we de Holocaust nooit moeten vergeten. En daar ben ik het helemaal mee eens. Maar de grote vraag is, wat moeten we precies nooit vergeten? De Canadese psycholoog Jordan Peterson geeft hier een goed antwoord op. Al moet ik wel eerlijk zeggen dat het ook best wel confronterend is. Laten we even kijken. Nou, ik kan me voorstellen dat het misschien een beetje rauw op je dak komt. Dat je denkt, joh, de nazi, dat is wel een hele heftige uitspraak in een kerk. Maar ik denk wel dat Jordan Peterson een punt heeft. Want laten we eerlijk zijn. Stel dat wij ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in Duitsland leefden. Hoe groot is dan de kans dat wij die held zouden zijn die met bijvoorbeeld gevaar voor eigen leven Joden in de kelder zou verbergen? De kans is veel groter dat je of actief mee zou doen met die nazi-praktijken, of passief zou wegkijken en doen alsof er niks aan de hand is. Maar in welk van deze twee groepen je ook zit, ik denk dat we het er wel over eens zijn dat je dan in ieder geval niet als rechtvaardig kan worden bestempeld. En we moeten ook beseffen dat dit van nazi-Duitsland, het is geen uitzondering op de regel. Het is niet van, oh, er is alleen maar daar een keer iets slechts gebeurd. Nee, er zijn talloze genocides in alleen de 20e eeuw gepleegd. Denk aan Japan, Cambodja, Rusland, China of Rwanda. Er wordt geschat dat er meer dan 200 miljoen mensen in alleen de 20e eeuw zijn doodgemaakt in genocides. En de moraal van mijn verhaal is, er zijn maar weinig rechtvaardige mensen. En gewone mensen zoals jij en ik zijn in staat tot de meest gruwelijke misdaden. De bekende Engelse schrijver, ook uit de 20e eeuw, Malcolm Muggeridge, die slaat de spijker op zijn kop als hij het volgende zegt. De slechtheid van de mens is de makkelijkst waarneembare realiteit, maar tegelijk wordt het intellectueel het moeilijkst onderkend. Wat we in deze quote lezen is eigenlijk weer een vorm van wishful thinking. Het is heel makkelijk om de waarheid te zien. Het is heel makkelijk om je heen te kijken en tot de conclusie te komen dat er iets fundamenteel mis is met de mens. Dat we niet van nature goed zijn. Maar tegelijkertijd wordt het niet onderkend. Waarom niet? Omdat het een nare, confronterende waarheid is. En wij kiezen toch liever het fijne gevoel dat we wel goede mensen zijn. Maar ja, we moeten onszelf niet voor de gek houden. We kunnen beter de waarheid gewoon onderkennen
en zeggen, ja, er is iets mis met de mens. En ik weet dat dat lastig is, want dan moet je ook naar jezelf kijken en denken van, ja, maar ik ben een mens, dus is er dan ook iets mis met mij? En dat maakt het verhaal zo confronterend. Maar ja, toch denk ik dat het belangrijk is om hier met open ogen naar te kijken. Wat we nu hebben vastgesteld is dat vanuit menselijk perspectief de meeste mensen niet rechtvaardig zijn. Dus wij waarschijnlijk ook niet. Maar om dan met de apostel Paulus mee te gaan en te zeggen dat iedereen onrechtvaardig is, dat gaat misschien wel wat ver. Want laten we eerlijk zijn, zelfs ten tijde van de Tweede Wereldoorlog waren er wel helden. Er waren wel mensen die met gevaar voor eigen leven bijvoorbeeld Joden in een kelder verborgen. Dus om nou te zeggen dat iedereen onrechtvaardig is, dat gaat wel wat ver. En daar ben ik het mee eens. Vanuit menselijk perspectief kun je niet stellen dat iedereen onrechtvaardig is. Maar dat betekent niet dat dit vanuit Gods perspectief ook zo geldt. Je moet namelijk bedenken dat God een totaal andere wereld ziet dan wij mensen. Wij mensen zien alleen maar de buitenkant. Wij mensen zien alleen maar gedrag en beoordelen alleen maar gedrag. Meer kunnen we niet zien. Maar God die ziet ook nog een andere werkelijkheid. God ziet ook de binnenkant. Met andere woorden, God kijkt naar ons hart. En het menselijke hart kun je zien als het controlecentrum van een gehele persoon. Het beheerst de wil, de emoties en het verstand. En God die heeft geen goed woord over voor het menselijke hart in de Bijbel. Hij zegt dat het verdorven is en misleidend. Niet alleen misleiden we andere mensen in het overtuigen dat we beter zijn dan dat we daadwerkelijk zijn. Nee, we zijn zelfs zo misleidend dat we in staat zijn om onszelf te overtuigen dat we beter zijn dan dat we daadwerkelijk zijn. En een goed voorbeeld, dat ben ik zelf. Toen ik door de straat van Utrecht liep en dacht dat ik wel een goed mens was, had ik mezelf volkomen misleid. Ik besefte niet hoeveel slechtheid er eigenlijk in mij zat. Ik dacht dat ik wel een goed mens was, maar nu achteraf weet ik van hoe had ik zo blind kunnen zijn. Nou, dat heeft te maken met ons hart. En God zegt over het menselijk hart in de Jeremia het volgende. Het hart is het meest bedriegelijke ding dat bestaat. Het is door en door slecht. Niemand kan ooit precies weten hoe slecht het is. Behalve ik, de Heere. Ik doorgrond alle harten en toets de meest verborgen gedachten. Om zo ieder mens het loon te geven dat hij verdient. Afhankelijk van zijn daden en levenswijze. Maar wat zit er dan allemaal in ons hart dat zo verdorven is? Jezus in het evangelie van Marcus geeft hier heel concreet antwoord op. Laten we lezen. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens. Wat Jezus hier laat zien, is dat ons probleem heel diep ligt. Het is niet zozeer dat we slecht zijn omdat we verkeerde keuzes maken. Nee, Jezus laat hier zien dat we verkeerde keuzes maken omdat we diep van binnen slecht zijn. Er is iets mis met ons hart. En als je denkt van ik ben nog niet overtuigd, dan wil ik graag een gedachte-experiment met je doen. Stel nou dat ik al jouw gedachten, al jouw intenties, eigenlijk alles wat er in jouw hart plaatsvindt, zou kunnen uploaden op een computer. Daar een mooi filmpje van zou kunnen maken. Al je gedachten van de afgelopen maand bijvoorbeeld. Dat zou kunnen uploaden op een computer, daar een mooi filmpje van maken. En dat ik dat dan zou laten zien aan jouw beste vrienden en familieleden. Als je heel eerlijk bent, zou je dan blij zijn omdat mensen dan eindelijk zien hoe je echt bent? Of zou je je doodschamen omdat mensen dan eindelijk zien hoe je echt bent? Ik denk dat als ik heel eerlijk ben over mezelf, dan zou ik me doodschamen. Omdat mensen dan zien dat ik helemaal niet zo goed ben als dat ik aan de buitenkant laat zien. Omdat mensen dan zien dat er veel dingen zijn in mij die helemaal niet goed zijn. En als je het met me eens bent dat je je ook zou schamen, dan ben je het eigenlijk met me eens dat er ook iets mis is met je hart. En dat is wat God ziet en dat is wat God beoordeelt. En daarom richtte Jezus zich in de Bijbel ook voornamelijk op het menselijk hart. Omdat daar de kern van de problemen ligt. Wat we nu kunnen vaststellen is dat vanuit Gods perspectief iedereen schuldig is. Niemand van ons kan zichzelf rechtvaardigen tegenover God. Maar om nou echt te begrijpen hoe onrechtvaardig we eigenlijk zijn, is het belangrijk dat we weten wie God is. Wij mensen zijn al gauw geneigd om onszelf te vergelijken met andere mensen, om zo te kijken van zijn we goed of niet. Maar eigenlijk doet die vergelijking er niet toe. Het enige wat je krijgt bij een vergelijking met andere mensen is dat je een soort van relatief verschil hebt. Misschien ben je dan beter dan die ene persoon, maar weer slechter dan die andere persoon. Maar
Wat nou als de enige vergelijking die ertoe doet, de vergelijking is met de bron van goedheid, met God zelf? Als je echt wil weten hoe goed je bent, dan moet je je vergelijken met een perfecte standaard, niet met imperfecte andere mensen. Je kunt het vergelijken met het tekenen van een cirkel. Als ik een cirkel teken en ik wil weten of ik een mooie cirkel heb getekend, dan moet ik hem niet vergelijken met andere imperfect getekende cirkels. Nee, ik moet hem vergelijken met een perfecte cirkel. Dan weet ik hoe goed die cirkel van mij is. En zo is het ook met goed en kwaad. Als je wil weten hoe goed je bent, dan moet je jezelf vergelijken met de bron van goedheid. Maar ja, dat is doodeng. Want als je dat doet, dan ga je pas beseffen hoeveel er mis is met je. En als je al schaamt, als jouw gedachten en intenties bloot komen te liggen voor vrienden en familieleden, hoeveel te meer zou je dan schamen als dit bloot komt te liggen voor de bron van goedheid? Je moet namelijk beseffen, als jij jezelf laat zien, als alle jouw gedachten en intenties bloot komen te liggen voor andere mensen, dan besef je eigenlijk dat die andere mensen dezelfde problemen hebben als jij. Die zijn ongeveer net zo goed of net zo slecht. Dus eigenlijk zou je daar helemaal niet per se zoveel voor hoeven te schamen. Maar dat doen we al. Kun je nagaan hoeveel te meer je zou schamen als je oog in oog komt te staan met de bron van goedheid en al jouw intenties en al jouw daden bloot komen te liggen? En dat is nou precies wat de profeten uit het Oude Testament hebben ervaren. En daar waren ze zo doodsbang voor. Zij kwamen oog in oog te staan met de bron van goedheid, met God zelf. En dat is doodeng. En een goed voorbeeld is de profeet Jesaja. Hij leefde 700 jaar voor Christus en hij stond bekend als een zeer rechtvaardig man. En deze Jesaja kreeg een ervaring met God. Hij kwam oog in oog met God te staan. En er was een engelenkoor om God heen. Laten we lezen. De ene engel riep tot de ander: "Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempel schudden door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. Toen zei ik, Jesaja, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woont te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten, gezien." De eerste reactie van Jesaja is wee mij. En het woord wee kennen jullie waarschijnlijk wel. Dat is hetgeen wat een vrouw ervaart voordat ze gaat bevallen. Het is niet bepaald positief. Het betekent smart, pijn, ongeluk, ramp of verdriet. Het is alsof Jesaja zegt: wee mij, wat een ramp, wat een ellende, wat een verdriet, wat een ongeluk. Want ik verga, als in, ik kan net zo goed doodgaan. Er blijft helemaal niks meer van mij over. Zo'n heftige reactie had Jesaja. En waarom zo heftig? Hij geeft zelf het antwoord. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Als in, ik sta schuldig tegenover God. Ik zie heel veel onrecht in mijzelf. En ik kan mezelf niet rechtvaardigen. Er is niks wat van mij in stand blijft in deze aanwezigheid van pure goedheid. En dit illustreert de waarheid die Paulus al probeerde over te brengen in Romeinen. Paulus zei: er is niemand rechtvaardig. Zelfs de rechtvaardige man, Jesaja, niet. Dan gaan we nu de volgende vraag beantwoorden. Dat is: wat moet een rechtvaardige God doen met onrechtvaardige mensen zoals wij? Het antwoord is eigenlijk wel helder. God kun je zien als het grootst mogelijke wezen. Er is niemand zo groot als hij. Hij heeft alle eigenschappen maximaal. Hij is dus maximaal rechtvaardig. En dat betekent dat hij dus geen enkele misdaad onbestraft zal laten. Want anders zou hij niet maximaal rechtvaardig zijn. En dit lezen we ook in het verhaal van Adam en Eva. De eerste mensen die God heeft geschapen. Adam en Eva die werden in een tuin geplaatst. De tuin van Eden. En God zei dat ze van iedere boom mochten eten. Ze mochten doen wat ze wilden, behalve eten van die boom van de kennis van goed en kwaad. En Adam en Eva besloten er toch van te eten. Ze waren ongehoorzaam. En toen is de dood over hun gekomen en de dood daarna over alle mensen. Laten we lezen wat erover staat in de Bijbel. Samengevat is het zo. Door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen. En de dood is het gevolg van de zonde. De dood werd het lot van alle mensen, want zij zondigden allemaal. En wat we hier lezen is dat de dood niet slechts een straf is van God voor hun ongehoorzaamheid, maar het logische gevolg. Je moet namelijk bedenken dat God de bron van het leven is. En dat God niet verbonden kan zijn met mensen die slechtheid in zich hebben.
Je kunt God zien als puur licht, zo wordt hij ook in de Bijbel beschreven. Er is in hem geen spatje duisternis. Dat betekent dat hij gewoon moreel puur is. Hij is het grootst mogelijke wezen. Hij is moreel perfect. En hij kan niet verbonden zijn met mensen die niet puur zijn. Met mensen die duisternis in zich hebben. Want op het moment dat hij daarmee verbonden is, dan wordt hij onderdeel van die duisternis en dat kan niet. Dus dan raakt de relatie verbroken. Op het moment dat mensen zondigen, zoals dat heet, mensen slechte dingen doen, komt de duisternis in hun hart en is er geen relatie meer mogelijk met de bron van goedheid. Maar ja, als de relatie verbroken is met de bron van het leven, dan wacht je maar één lot en dat is de dood. En dat is wat met Adam en Eva is gebeurd en eigenlijk met ons allemaal. En misschien denk je nu al van, oh, dat is best wel heftig. Op basis van één foutje dat dan de dood over ons komt. Dat de dood over Adam en Eva is gekomen. Maar je moet beseffen dat het veel dieper gaat. God is niet een of andere tiran die zegt, je mag dit niet, je mag dat niet, anders zwaait er wat. Nee, wat we lezen in de Bijbel is dat God juist het tegenovergestelde is. God wil alleen maar geven. God wil leven in overvloed geven. Dat deed hij ook bij Adam en Eva. Hij zei, je mag alles wat je maar wil. Ik heb alles gemaakt voor jullie om van te genieten. Er is maar één dingetje wat je niet mag. En dat is van die boom van de kennis van goed en kwaad eten. En uitgerekend van die boom wilden Adam en Eva eten. En dat hebben ze gedaan. En dat is veel erger dan dat wij nu beseffen. Je moet namelijk bedenken dat God de schepper is van hemel en aarde. En dat alles wat hij maakt, gehoorzaamt hem. En dat hoort ook zo. Hij maakt sterren en planeten. En planeten draaien om de sterren heen. En de planeten gehoorzamen. Hij maakt wateren die werken volgens, die precies functioneren volgens bepaalde door God ingestelde natuurwet. En het gehoorzaamt hem. Hij maakt planten om te bloeien en te groeien. En de planten gehoorzaam. Hij maakt dieren om in een bepaald ecosysteem te leven en te functioneren zoals ze bedoeld zijn. En ze gehoorzamen God. En als kroon op de schepping maakt God de mens. En hij zegt, je mag genieten van alles wat ik heb gemaakt. Maar er is maar één dingetje wat je niet mag. Alsjeblieft, erken mij wel als God. En doe alleen dit ene ding niet. En geniet verder van het leven. En de mens zegt, nee. Nee, God. Ik bepaal wat goed en kwaad is. Ik bepaal wat ik wil doen. U bent niet God. Ik ben God over mijn eigen leven. En dat gaat veel dieper dan een foutje. Je kunt het een beetje zien als een kosmisch verraad tegen de koning der koningen. Het is heel ernstig. En dit is eigenlijk een schuld die we allemaal hebben. We willen allemaal God zijn over ons eigen leven. We willen zelf bepalen wat goed en kwaad is. En dat is veel erger dan we beseffen. Dan komen we nu bij de conclusie. Op basis van Gods rechtvaardige karakter kun je wel stellen dat we allemaal hopeloos verloren zijn. Er is geen poot om op te staan. Zelfs de rechtvaardige man Jesaja had geen poot om op te staan. Hij stond bekend als rechtvaardig, maar hij was niet echt rechtvaardig. En ja, nu gaat het wel verder. Gelukkig is God niet alleen maar maximaal rechtvaardig. Gelukkig is God ook maximaal genadig en maximaal liefdevol. Gelukkig eindigt het verhaal bij Jesaja niet met een man die van ellende uit elkaar is gevallen en gaat het verhaal verder. En ik wil graag dat verhaal even verder lezen. Toen vloog een van de serafs, een van de engelen, naar het altaar en pakte er met een tang een gloeiende kool uit. Hij raakte met de gloeiende kool mijn lippen aan en zei, nu deze kool uw lippen heeft aangeraakt, is uw ongerechtigheid verdwenen. Al uw zonden zijn u vergeven. Jesaja werd als het ware door God weer opgebouwd, omdat God hem wilde vergeven voor alles wat hij fout had gedaan. Dat is heel erg bijzonder. En dit doet me denken aan mijn eigen verhaal. Zoals ik al zei, ik ben niet altijd gelovig geweest. Ik zat een keer in de trein terug naar huis in mijn studententijd. En ik was al met mijn verstand gelovig geworden. Ik vond het een logisch verhaal dat er een God bestaat en dat Jezus echt is wie hij claimde te zijn, de Zoon van God. Want ik had ontdekt dat er goede argumenten zijn dat Jezus uit de dood is opgestaan. Maar voor mij was het eigenlijk alleen maar een theorie. Het was nog geen persoonlijke realiteit. En daar kwam verandering in toen ik in de trein zat. Ik zat over alles na te denken wat ik nou precies geloofde. En opeens voelde ik heel sterk Gods aanwezigheid. Dat is moeilijk uit te leggen wat ik daarmee bedoel, maar dat is gewoon hoe het is. Ik wist dat God er was. En terwijl ik Gods aanwezigheid voelde, zag ik mezelf zoals ik mezelf nog nooit eerder had gezien. Zoals ik al eerder zei, ik dacht al dat ik een goed mens was. En het was toen dat ik besefte dat ik helemaal niet zo goed ben. Ik zag allemaal, zoals de Bijbel dat noemt, zonde. Ik zag dat ik heel erg op mezelf gericht ben geweest altijd. Ik zag dat hoogmoed en ik zag al meer dingen. En ik schaamde me diep, omdat ik in de aanwezigheid stond van de bron van goedheid. En in dat gevoel van schaamte, nog voordat ik sorry kon zeggen tegen God,
kreeg ik een gevoel van liefde, vergeving en acceptatie, wat ik nog nooit eerder in mijn leven heb meegemaakt. En ik kon mijn tranen niet bedwingen in een overvolle trein. En het was toen dat ik besefte dat God niet een theorie is, maar een persoon. En niet zomaar een persoon, maar de meest liefdevolle persoon die ik ooit heb leren kennen. Een God die een relatie met ons wil. En sindsdien ben ik een christen. En wat ik heb ontdekt aan het christelijk geloof is dat het fundamenteel anders is dan iedere andere religie. In essentie kun je iedere religie zien als een manier om naar God toe te gaan, naar de hemel toe te gaan. Iedere religie heeft allerlei richtlijnen en manieren van, nou, als je dit doet of dat doet, dan kom je bij God. Je zou kunnen zeggen dat iedere religie een soort van symbolische ladder heeft die je moet beklimmen om bij God te komen. En het christelijk geloof is fundamenteel anders. Het christelijk geloof zegt eigenlijk, het maakt niet uit welke ladder je hebt en het maakt niet uit hoe hard je klimt. Je zult nooit zelf bij God kunnen komen. Daar zijn we veel te zondig, veel te schuldig voor. En daar is God veel te groot en heilig en liefdevol voor. En gelukkig gaat het christelijk geloof verder. Geloven wij dat er een God is die naar beneden is gekomen om ons op te halen. Dus wij kunnen niet naar boven komen, maar God kan wel naar beneden komen. En dat is de reden ook waarom Jezus naar deze wereld is gekomen. Hij kwam naar beneden om aan ons te laten zien hoe het leven bedoeld is. Jezus die leefde het perfecte leven. En daarna stierf hij in onze plaats. Hij droeg de straf die wij verdienen. En daardoor is er aan Gods rechtvaardige eis voldaan. En zo heeft Jezus ervoor gezorgd dat iedereen die zijn vertrouwen op hem stelt niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. We kunnen gewoon gered worden op basis van Gods genadige en liefdevolle karakter. Het enige wat wij hoeven doen is eigenlijk erkennen dat we schuldig staan tegenover God. Erkennen dat wij geen poten hebben om op te staan. En te vragen en te bidden dat God ons de genade wil geven om ons aan te nemen als zijn kinderen. En ik heb de overtuiging dat als je dat doet, dan zal hij jou ook aannemen. God wil niets liever dan een relatie met je. En dat lezen we ook in de Bijbel. Jezus doet een belofte. Hij zegt, als iemand bij mij komt, zal ik hem nooit wegsturen. Wat je ook op je geweten hebt, weet dat God je met open armen ontvangt. God wil een relatie. En God is niet alleen maximaal rechtvaardig. Hij is ook maximaal liefdevol. Hij is de bron van liefde. En dat heb ik zelf meegemaakt. En dat gun ik jullie allemaal. Dus ja, als deze toespraak je heeft aangesproken, dan wil ik je ook oproepen. Geef je over aan God. Geef je over aan zijn genade. En ik kan je beloven, daar zul je geen spijt van krijgen. Hier wil ik het bij laten. Ik wil graag voor je bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we mochten nadenken over wie u bent. Heer, ik kan me voorstellen dat het best wel een confronterende dienst is voor mensen. Dat mensen denken van wow, dat is wel heftige dingen die je daar vertelt. Dat we allemaal schuldig staan tegenover u. Dat we uw rechtvaardige oordeel verdienen, wat doodeng is. Maar Heer, ik bid u dat mensen ze zullen inzien. Dat wij allemaal zullen inzien dat hier wel een kern van waarheid in zit. Dat u een rechtvaardige God bent. Maar daarnaast bid ik ook, Heer, dat we zullen beseffen dat u ook een liefdevolle God bent. Dat u een relatie met ons wil en dat dit ook de reden is waarom uw zoon naar deze wereld is gekomen. Uw zoon leeft in het leven zoals het is bedoeld. En hij stierf in onze plaats. Zodat iedereen die zijn vertrouwen op hem stelt, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Heer, dank u wel voor die waarheid. Dank u wel dat u naar deze wereld bent gekomen. Ik bid u voor de mensen die hier nu zitten, of die thuis zitten. Ik bid u dat zij de moed zullen hebben, de stap zullen zetten om u te volgen. Want dat is het mooiste wat er is. Heer, dat bid ik u zo. Niet omdat we het verdienen, maar uit genade. In Jezus' naam. Amen. What if you could go back and relive one day of your life all over again and unmake the mistake that you left a million miles away from the you once knew? Now yesterday's shame keeps saying that you'll never get back on track. But what if I told you? One step away from surrender, one step away from coming home.
matter how far you've gone. Mercy says you don't have to keep running down the road you're wrong. Love never met a lost coat. Your shame, lay it down. If you're ghost in the past, cause you know that you can't go back, but you can turn around. You'll never be more. Leuk dat je keek naar de basisdienst van deze week. We helpen je graag om een volgende stap te zetten. Ga naar basis.cc/next, waar je alle informatie vindt om jouw volgende stap te zetten of om met ons in contact te komen. Maar voor nu, tot volgende week.